Het is allemaal kapot geslagen. Het is onherstelbaar beschadigd. Hier zijn de kamers doorgesneden, zoals je ziet. En niet alleen de studioapparatuur is vernield. Ik weet niet of het een beetje koud hebt, maar uh, kijk, als je met een bijl de verwarmingsketel in elkaar slaat, dan ziet dat er zo uit. De studio van Giel van Praag is een puinhoop. En dit is de verdachte die het heeft gedaan. ...de eigenaar van het pand. Hij moet boos geweest zijn, heel erg boos, want je slaat ook een verwarming kapot. Waarom sla je een verwarming kapot? De man ging door het lint toen hij hoorde dat zijn bedrijfspand via executieverkoop geveild zou worden. Hij had enorme hypotheekschulden. Ik eruit, maar dan jullie ook eruit. En dat was zijn missie. Na het slopen van de studio loopt de man nonchalant naar buiten. De politie en Giel weten dan nog niet precies wat er is gebeurd. Ik ben over, in dit soort situaties altijd vrij kalm. Heel toevallig stopt mijn vrouw ook erbij. Um, en die schrok er wel van. Want iemand die met zo'n bijl naar buiten komt, is, ziet er wel dreigend uit. Dus het Zelfs als iemand met een geweer naar buiten loopt, Want het is ongeveer een wapen, zo, zo moet je het zien. Ondanks alle ellende blijft Van Praag positief en wil snel weer aan het werk. Want hij mag in het pand blijven en de eigenaar niet. Het mooiste van alles is. Dat je eigenlijk gewoon wie vier rechtop staat en gewoon doorgaat. De schade ligt tussen de 10.000 en 15.000 euro. De zaak is nu van de politie en de verzekering. De eigenaar van het pand was niet beschikbaar voor een reactie.